Goedemiddag dames en heren. Van harte welkom bij het webinar Bestuursaansprakelijkheid, georganiseerd door Van Veen Advocaten. Mijn naam is Kees van Dijk. Ik ben advocaat bij dit kantoor sinds de oprichting. En ik ben gespecialiseerd in onder andere het ondernemingsrecht en het intellectueel eigendomsrecht. Ja, goedemiddag allemaal. Mijn naam is Chris Tijnman, al sinds enkele jaren ook verbonden aan dit kantoor. Ook als advocaat ondernemingsrecht. En ook een aantal jaar actief geweest als curator. En die zijn ook veel betrokken geweest bij het onderwerp wat wij hier vandaag gaan bespreken. Dankjewel Chris. We gaan even met u doorlopen waar we het vanmiddag over gaan hebben. We gaan de problematiek behandelen aan de hand van een tijdlijn. En die voert ons langs de interne aansprakelijkheid, de externe aansprakelijkheid, het voortzetten van bedrijfsvoering in tijden van crisis, zeer actueel op dit moment, het eventueel herstructureren, hoe doe je dat, wanneer doe je dat, en als het allemaal niet lukt en er komt een faillissement, wat zijn daarvan de consequenties voor de bestuurder? Chris zal afsluiten met een lijstje van do's en don'ts voor de bestuurder buiten crisistijd en in crisistijd. We hebben de mogelijkheid geopend om vragen te stellen via de chat. U kunt die vragen stellen. We zullen die vragen beantwoorden als ze gaan over het onderwerp wat we zojuist hebben beantwoord. Gaat het over onderwerpen die verder in de lezing komen, dan zullen we ze op dat moment beantwoorden. Ik heb u aangekondigd dat we gaan werken met een tijdlijn, een reis door de tijd van een gezonde onderneming in tijden waar er niets aan de hand is, naar een langzamer afgeleidende en misschien wel aftakelende en onttakelende onderneming in tijden van crisis. Wat wel en wat niet te doen. Daarvoor gebruik ik ook een reis door de tijd die we beginnen in 1970, toen de BV in de wet werd opgenomen. Daarvoor hadden we de NV, maar voor het midden- en kleinbedrijf was de personenvennootschap, zeg maar, nog de meest gebruikte rechtsvorm. Dat veranderde in 1970. Toen kwam de besloten vennootschap met zijn eigen complex van rechten en plichten, maar ook met zijn eigen afgeleide zelfstandige aansprakelijkheid. En dat leidde al vrij snel tot misbruikssituaties. De ouderen onder u zullen zich wellicht nog herinneren de koppelbazenaffaires die in de loop van de jaren 70 ontstonden. En ik heb er een persoonlijke noot aan geplakt. In 1981 heb ik me met het onderwerp al bezig gehouden tijdens mijn afstudeerscriptie. Een vergelijking tussen het Duitse recht, wat op dat moment al wat verder was, en het Nederlandse recht. Het ging over doorbraak van aansprakelijkheid, het doorbreken van de scheiding die de rechtspersoonlijkheid van de BV creëert. Amerikanen noemen dat piercing the corporate veil. De Duitsers hadden het over Durchgriff. En ik heb me er toen al in verdiept. Vooruitlopend op de in 1987 vastgestelde anti-misbruikwetgeving. Dat waren twee grote brokken wetgeving. Eén fiscaal, en waar we verder niet op in zullen gaan, althans niet uitvoerig op in zullen gaan. En één civiel die aan het eind van de rit ter sprake komt. Wat zijn de ontwikkelingen sinds 1987, zoals ik ze heb meegemaakt? Dat is, ik heb het gevoel dat waar de wetgeving is bedoeld om aparte vormen van misbruik te bestrijden, je toch ziet dat ook goedwillende bestuurders langzamerhand steeds vaker worden besprongen, met name door curatoren, maar ook door individuele crediteuren, voor het doorheen gevoerde beleid. En ik merk in de rechtspraak dat de lat sinds 1987 voor het aannemen van aansprakelijkheid toch steeds lager is komen te liggen. Een van de rode draden in de rechtspraak van de Hoge Raad is dat de Hoge Raad waarschuwt dat de rechtspraak niet mag leiden tot bange bestuurders. Want bange bestuurders ondernemen niet meer, gaan risicoloos op de winkel passen en dat belemmert de economische vooruitgang. Dat is een groot streven om geen bange bestuurders te creëren. En bestuurders moeten ook niet nodeloos bang zijn. Maar nogmaals, ik zie in toenemende mate dat gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheden die de wet en de sedertdien gevormde rechtspraak biedt om ook goedwillende bestuurders aan te spreken.
Ja, en als we het dan hebben over de verschillende soorten van aansprakelijkheid die er zijn voor een bestuurder, ja, dan heb je allereerst de interne aansprakelijkheid. Hè, de aansprakelijkheid van de bestuurder ten opzichte van de vennootschap. En ik realiseer me heel goed dat het dinsdagmiddag iets na 4:30 is. Maar ik ontkom er eigenlijk niet aan om toch even een wat theoretische verhandeling te houden, om toch een soort van juridisch fundament te leggen. Om het voor jullie ook duidelijker te maken wat die aansprakelijkheid dan inhoudt. Nou, en dat doe ik door te bespreken het artikel, het wetsartikel, het burgerlijk wetboek, waarin wordt gesproken over de aansprakelijkheid van de bestuurder. Dat is artikel 9 van boek 2. En daar staat het volgende. Elke bestuurder is tegenover de rechtspersoon gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak. En tot de taak van de bestuurder horen alle bestuurstaken die niet bij of krachtens de wet of de statuten aan één of meerdere bestuurders zijn toebedeeld. En wat je hier in lid 1 van dit artikel ziet staan, dat is eigenlijk de, nou, we noemen het maar positief geformuleerde gedragsnorm. Hoe heb jij je als bestuurder te gedragen? Jij hebt je taak behoorlijk te vervullen. En die behoorlijke taakvervulling, dat is eigenlijk best een beetje een vage norm. En dat is eigenlijk niet voor niks. Want het zorgt ervoor dat je als ondernemer ook de mogelijkheid hebt om te ondernemen. Dan gaan we naar lid 2 van dit artikel. En daar staat, elke bestuurder draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken. Hij is voor het geheel aansprakelijk ter zake van onbehoorlijk bestuur. Tenzij hem mede gelet op de aan anderen toebedeelde taken geen ernstig verwijt kan worden gemaakt en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen van onbehoorlijk bestuur af te wenden. En wat je hier bepaald ziet worden, dat noemen we dan de toetsingsnorm. Dat is wanneer is er nou sprake van onbehoorlijk bestuur? Nou, als jou een ernstig verwijt kan worden gemaakt. En dat is eigenlijk een hele duidelijke grens. En er zit ruimte tussen aan de ene kant de gedragsnorm uit lid 1 en de toetsingsnorm uit lid 2. En die ruimte, ja, die levert de nodige procedures op. En die ruimte is er niet voor niks. Kees gaf al eerder al aan dat de wetgever ook niet de bedoeling had om bange bestuurders te creëren. Hè. Je moet ruimte hebben om te ondernemen. En wat je eigenlijk ook ziet, is eigenlijk hetzelfde als wat je bijvoorbeeld in het arbeidsrecht hebt. En daar moet je als werknemer bijvoorbeeld redelijk handelen. En je bent pas aansprakelijk op het moment dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. En ook daar zie je de ruimte tussen de gedragsnorm en de toetsingsnorm. Nou, dan is vervolgens de vraag, wanneer is er nu sprake van ernstig verwijtbaar onbehoorlijk bestuur? Nou, en dan gaan we eigenlijk naar een heel bekend klassiek arrest van de Hoge Raad uit 1997. Het arrest Staleman van de Ven. En dat is een arrest, daar kwam er kort gezegd op neer, dat meneer Staleman samen met meneer Richel, twee bestuurders, ze waren bestuurder van een aantal vennootschappen van automobielbedrijf van de Ven. Nou, en zij tuigden op een gegeven moment een constructie op, waarbij financial lease overeenkomsten werden gesloten met betrekking tot auto's die over waren. Nou, en daarbij deden ze het niet zo heel erg handig, want ze zorgden voor een financiering waar ze een hoge rente over moesten betalen, terwijl afnemers op krediet eigenlijk konden afnemen tegen een veel lagere rente. Nou, ze waren een keer gewaarschuwd door de aandeelhoudersvergadering en zo waren er nog een aantal omstandigheden die ervoor zorgden dat deze bestuurders uiteindelijk spreekwoordelijk hingen. En de Hoge Raad die formuleert in dat arrest een zogenoemde gezichtspuntencatalogus. En die noemt gewoon een aantal omstandigheden die tot ernstig verwijtbaar handelen leiden. En dat zijn de aard van de uitgeoefende activiteiten, de taakverdeling binnen het bestuur, eventueel voor het bestuur geldende richtlijnen, en ook de gegevens waarover je als bestuurder beschikte of moest beschikken. En nou ja, in het algemeen gaat het om het inzicht en de zorgvuldigheid die van een bestuurder verwacht mag worden, die er voor zijn taak berekend is en die nauwgezet vervult. En je hoort het me eigenlijk al een beetje zeggen, het is eigenlijk een kwestie van gooi alle omstandigheden maar in de pot en kijk maar wat er uitkomt. En dat zorgt er dus ook voor dat er heel veel procedures
over dit puntje gaan, die ernstige verwijtbaarheid. Wat in ieder geval ernstig verwijtbaar is, en dan komt een andere arrest van de Hoge Raad voorbij, het arrest Berghuizer Papierfabriek. Dat is handelen in strijd met statutaire bepalingen. Daar moet je als bestuurder echt goed op letten. En dat arrest van de Berghuizer Papierfabriek, daar zal ik niet helemaal over uitweiden. Maar dat ging over het verlenen van een optie voor de verkoop van aandelen. En daar had die bestuurder echt misgerekend, want dat ging voor een veel te lage prijs. En hij had niet de Raad van Commissarissen daarover geraadpleegd, terwijl in de statuten stond dat dat wel moest. Nou, ook deze bestuurder die hing spreekwoordelijk. En ook recent, vorig jaar, heeft de rechtbank in Rotterdam een uitspraak gewezen. Dat was een zaak die ging over een bestuurder van een vennootschap. Die was verbonden aan Visser Smit Hanap. Die bestuurder die was zo slim geweest om zijn arbeidsvoorwaarden te wijzigen. En uiteraard betekende dat dus dat hij meer salaris ontving. Maar hij had niet de goedkeuring van de aandeelhoudersvergadering gevraagd, terwijl dat wel moest volgens de statuten. En ook in dit geval werd de bestuurder veroordeeld om de vennootschap dat bedrag terug te betalen. Wat je dan wel vaak voorbij ziet komen is dat ondernemers, bestuurders zeggen van ja, maar oh, wacht eens, décharge, kan ik er niet op die manier onderuit komen? En als mij iets wordt verweten, kan ik dan niet zeggen van jongens, mij is décharge verleend door de aandeelhoudersvergadering. Décharge, dat is dus dat de aandeelhouders namens het vennootschap afstand doen van het recht om die bestuurders aan te spreken. Nou, en dan komen we weer terug op dat arrest Staleman van de Ven, wat ik al eerder besprak. En daarin is uitgemaakt dat het alleen maar kan op het moment dat het expliciet is geagendeerd op een aandeelhoudersvergadering. En ook het punt waarvoor je die décharge wilt hebben, expliciet is besproken. Dus het geldt niet voor dingen die onder de pet zijn gebleven. En je kunt ook niet zeggen, ja, die aandeelhouders die wisten het of die hadden het moeten weten. Je kunt zelfs niet zeggen, ik ken deze aandeelhouder, dat is een vriend van me en ik had het hem in privé verteld. Nee, dat moet in die aandeelhoudersvergadering moet dat aan de orde komen. Nou, dan is er nog een uitzondering in artikel 210, lid 5 van boek 2. En die gaat over op het moment dat alle bestuurders tevens alle aandeelhouders van de vennootschap zijn. Vaak heb je één bestuurder volledig aandeelhouder. Daar is dat niet nodig. Daar is de vaststelling van de jaarrekening strekt ook tot décharge van het bestuur. Logisch, want ja, die décharge die krijg je als bestuurder natuurlijk altijd als je ook alle aandelen hebt. Voor die vordering uit artikel 9, boek 2, geldt een verjaringstermijn van 5 jaar. Nou, dan zou je denken als slimme bestuurder zijnde, joh, ik zorg er gewoon voor dat ik langer dan 5 jaar bestuur, dan is die vordering verjaard. Nou, dat kan niet, want de verjaringstermijn die wordt in ieder geval 6 maanden verlengd tot na het aftreden van de bestuurder. Dus daarmee ben je er in ieder geval niet. En dan is het verder zo voor de juridische fijnproevers. De klachtplicht van artikel 89 van boek 6, die je bij verbintenissen tegenkomt. Dus je had maar moeten zeggen, op het moment dat je wist dat een dergelijke gebeurtenis zich had voorgedaan, van jongens, dat kan niet. En als je dat niet doet, dan verwerk je je recht om die bestuurder nog aan te spreken. Die klachtplicht die geldt niet in dit soort verhoudingen, in de vennootschapsrechtelijke verhouding tussen de bestuurder en de vennootschap. Dan nog even de aansprakelijkheid die je als bestuurder kunt hebben bij een dividenduitkering. Je moet weten, het is zo dat de aandeelhoudersvergadering, die besluiten natuurlijk tot het doen van een dividenduitkering, dat is aan de aandeelhoudersvergadering. Maar in de wet staat wel de bepaling dat dat besluit geen werking heeft, tenzij de bestuurder daar goedkeuring aan heeft gegeven. En die goedkeuring die mag hij alleen niet geven op het moment dat hij weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat die vennootschap na de uitkering niet kan doorgaan met het betalen van de opeisbare schulden. Als die bestuurder die goedkeuring wel geeft, ondanks dit criterium, ja, dan gaat hij nat. En dan is het gevolg dat hij kan worden aangesproken tot maximaal het bedrag van die uitkering. Dus het tekort dat door deze uitkering is ontstaan. Overigens geldt datzelfde dan ook voor de aandeelhouders. Die hebben ook een terugbetalingsverplichting. Nou, als je als bestuurder dit nu wilt voorkomen,
dan zul je de zogenoemde uitkeringstest moeten doen. En hoe dat precies financieel werkt, nou, er zijn ongetwijfeld ook accountants onder het gehoor, die kunnen dat nog beter uitleggen. Maar in de parlementaire geschiedenis is in ieder geval uitgemaakt dat je ongeveer een jaar vooruit moet kijken. He, dus je moet, de vennootschap moet ook na de uitkering in ieder geval nog een jaar kunnen doorgaan over het betalen van de schulden. He, dus hou bijvoorbeeld rekening met een lening die over 10 maanden opeisbaar is. Op het moment dat je dat niet doet, nou, dan zijn de gevolgen voor jouzelf als bestuurder. Dit is even het puntje voor de aansprakelijkheid. Kees, een vraag. Ja, er is al een vraag, maar die gaat over wanneer je als schuldeiser een vordering tegen een bestuurder moet instellen of kunt instellen. Ja. Ik zou je voorstellen dat je die behandelt bij de 162 aansprakelijkheid. Ja, deze vraag, hè, of je wanneer je als schuldeiser een bestuurder aansprakelijk kunt stellen, die sluit naadloos aan bij deze presentatie. Want dan hebben we het over de externe aansprakelijkheid. Hè. En net zo'n belangrijk onderdeel van al die aansprakelijkheidsvorderingen die er zijn als de interne aansprakelijkheid. En die externe aansprakelijkheidsvordering die is gebaseerd op artikel 162 van boek 6. Hè, dat is het algemene kapstokartikel over de onrechtmatige daad. In het artikel staat dat hij die jegens een andere onrechtmatige daad pleegt, die hem kan worden toegerekend, verplicht is om de schade die de ander daardoor leidt te vergoeden. Nou, en die artikel 162 aansprakelijkheid, rechtsgeleerden zijn het er eigenlijk over eens dat de aansprakelijkheid die ik net besprak, de 2-9 aansprakelijkheid, een soort van specialis is van 162. En dat betekent eigenlijk dat de criteria die ik net heb besproken, dat die dit artikel inkleuren. He, dus je zult hier en daar die omstandigheden en dergelijke die ik net besprak, die zul je ook hier tegenkomen. En wat je eigenlijk kunt zeggen is dat er 2 categorieën aansprakelijkheden zijn op basis van onrechtmatige daad. En dat is allereerst de zinkend schip categorie. Daarbij verwijzen we altijd naar een uitspraak van de Hoge Raad in de Beklamelzaak. Google daar maar eens op, dan zul je daar heel veel over tegenkomen. Beklamelzaak, dat ging over een bestuurder die een partij afgekeurde babyvoeding aanschafte voor doorverkoop aan een andere partij die dat dan blijkbaar als veevoer kon gebruiken. Maar op het moment dat hij dat deed, had de partij aan wie je doorverkocht al een grote vordering op zijn vennootschap, BKML, de BKML-vennootschap. En dus toen hij doorverkocht, ging die andere partij verrekenen. En kwam er dus geen geld binnen en kon de schuldeiser niet betaald worden. De vennootschap ging failliet. Nou, de bestuurder die werd aangesproken en de Hoge Raad die formuleerde uiteindelijk de volgende rechtsregel die jullie ook kunnen lezen. Namelijk dat de bestuurder aansprakelijk is op het moment dat hij bij het aangaan van de overeenkomst wist of redelijkerwijs behoorde te begrijpen dat de vennootschap niet aan de verplichting kon voldoen en geen verhaal bood voor de schade die daardoor ontstond. Dus de wetenschap van het niet nakomen en de schade die daardoor ontstaat, die leiden tot de aansprakelijkheid van de bestuurder. En let wel, je zult als schuldeiser dat moeten bewijzen. En je zult ook moeten bewijzen dat specifiek de betreffende bestuurder hiervoor is aan te spreken. Nou, een recente uitspraak waarin dat is uitgemaakt is bijvoorbeeld een uitspraak van de rechtbank in Limburg in oktober 2019. Dat ging over een bouwbedrijf dat een aannemingsovereenkomst sloot voor de bouw van een woning. Een aanbetaling kreeg specifiek voor het aankopen van een partij stenen en tegen de betaler zei: joh, wij zijn aangesloten bij het bouwgarant, dus als er wat misgaat, dan krijg jij je vordering gewoon terugbetaald. Of je geld krijg je gewoon terug. De bestuurder vermeldde niet dat hij zijn contributie voor bouwgarant niet betaald had. De vennootschap ging failliet en het geld was niet gebruikt voor het aankopen van de steen. Nou, de schuldeiser die slaagde erin om deze feiten aan te tonen en de bestuurder moest privé betalen. Nou, de andere hoofdcategorie voor aansprakelijkheid, dat is het zogenoemde frustreren van verhaal. En dan verwijzen we naar arrest van de Hoge Raad in de Nieuw-Hollandzaak. Een heel uitgebreid verhaal. Komt er uiteindelijk op neer dat een partij die handelde in tractoren,
twee tractoren verkocht aan een andere partij. Terwijl die met de leverancier van de tractoren een afspraak had gemaakt dat als er betaald of dat hij de tractoren alleen mocht leveren als de uiteindelijke afnemer had betaald. Hè, zodat de leverancier van de tractoren zijn geld zou krijgen. Nou, dat gebeurde niet. En ja, daar was aan de orde de vraag van joh, kan deze bestuurder nou een voldoende ernstig verwijt, hè, dat ernstig verwijt, dat is weer 2.9 waar ik het eerder over had, worden gemaakt van de wanbetaling door die vennootschap? Nou, en de Hoge Raad zegt, dan zijn er wel bijkomende omstandigheden nodig. Dat hielp de bestuurder in dit geval, omdat er namelijk nog genoeg geld op de rekening stond op het moment dat die transactie plaatsvond. Er zijn veel andere uitspraken over betalingsonwil of selectieve betaling in het concern. Hè. Bijvoorbeeld de bestuurder betaalt wel zichzelf, maar betaalt niet de schuldeiser. Nou, op het moment dat dat soort dingen aan de orde zijn, dan heb je dus als schuldeiser de gelegenheid om de bestuurder privé aan te spreken. Mis dus die vennootschap geen verhaal meer biedt. Hè. Er moet schade zijn. Ik wil nog even ingaan op de vraag die gesteld is. Als jij nog even kunt voorlezen, als je hem op je scherm hebt. Ja, wanneer is het rendabel om zo'n procedure in te stellen? Niet eerst een faillissement te worden uitgesproken, waarna de curator eerst zelf gekeken heeft naar bestuurdersaansprakelijkheid, alvorens een schuldeiser dit mag proberen? Ja, er zijn eigenlijk twee situaties. De ene is dat degene die de vordering wil instellen, de vennootschap zelf is. Er is een directeur vertrokken, al dan niet een conflict, dat maakt niet uit. Maar de nieuwe directeur ontdekt dat de oude directeur iets fout heeft gedaan. Moet je dan wachten totdat die fout is uitgemond in een faillissement? Nee, liever niet. Je moet handelen. Je moet kijken of je de schade die is ontstaan op de directeur kunt verhalen. Nou ben je crediteur, je bent leverancier, je bent gewoon externe crediteur. Je ziet dat je niet betaald wordt. Moet je dan wachten totdat er een faillissement is of moet je handelen? Dat hangt er vanaf. Het heeft weinig zin om als het echt 2 voor 12 is, dat faillissement niet af te wachten. Want op het moment dat je maatregelen treft, bijvoorbeeld in de vorm van beslagen ten laste van de vennootschap, vervallen die beslagen. Als je die beslagen legt ten laste van de bestuurder op zijn privévermogen, blijven die beslagen bij faillissement van de vennootschap liggen. Alleen, dan komt er een curator, die gaat onderzoeken, die vindt ook dat er sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid, die legt ook beslag. En dan zul je uiteindelijk, als het tot een veroordeling komt, pons-ponsgewijs moeten verdelen. Wat je dan wel ziet, is dat de procedure van de externe crediteur door onverklaarbare reden wat wordt vertraagd en de procedure van de curator dus de procedure van de crediteur inhaalt. En soms komt het dan voor dat de curator nog eerder vonnis geeft dan de externe crediteur. Dus wanneer moet je, is in zijn algemeenheid moeilijk te zeggen, win advies in. Alle voor's en tegen's afwegen, kijken wat dan de goede strategie is. Tot zover mijn beantwoording van de vraag. Ik weet niet of Chris daar nog wat op toe te voegen heeft. Dan komen we bij de vraag stoppen of doorgaan. Het gaat goed met de vennootschap, maar het gaat toch iets minder. Er steekt economische tegenwind op. De belangrijkste afnemer failleert. En moet je stoppen of doorgaan? In Duitsland hebben ze daar een heldere regel voor, de zogenaamde Überschuldungshaftung. In Duitsland zegt de wet dat op het moment dat het vermogen negatief wordt, de bestuurder de verplichting heeft om de insolventieprocedure te openen, zeg maar faillissement aan te vragen. Dat kan worden voorkomen door het bijfinancieren, door middel van kapitaalstortingen of leningen. Maar je hebt een wettelijke verplichting als bestuurder in Duitsland om, als je vermogen negatief wordt, faillissement aan te vragen. Als we dat in Nederland ook zouden hebben, die regel, dan zou dat voor vrij veel bedrijven in het MKB, zeker op dit moment, opgaan en zouden we een golf van faillissementen krijgen. Dus, we hebben die regel in Nederland niet. Daar heeft de wetgever destijds nadrukkelijk niet voor gekozen.
In Duitsland hebben we ook nog zoiets als de Konkursverschleppungshaftung. Dat is het vooruitduwen van het faillissement en het voortzetten van de onderneming voor rekening en risico van crediteuren. Dat noem ik in Nederland de zogenaamde doormodderaansprakelijkheid. Hoe lang mag je doorgaan als bestuurder met een onderneming die verlies leidt? Wij kennen in Nederland officieel geen doormodderaansprakelijkheid. Maar u hoort al, ik ben wat terughoudend, want ik heb daar recent over geprocedeerd en ik ben tot een ander inzicht gekomen. Van belang daarbij is de pijldatumdiscussie. Vanaf welk moment wordt de onderneming voor rekening van de crediteur gedreven? Meneer Van Egen, een advocaat uit Amsterdam, heeft daar jaren geleden al een essay over geschreven. En met een ingewikkelde berekening kwam hij tot de conclusie dat het pijlmoment waarop de ondernemer vanaf welk moment de onderneming voor rekening van de crediteuren wordt gedreven, het moment is waarop het werkkapitaal negatief wordt. Die uitspraak is her en der gevolgd, maar her en der ook niet. En in die zaak waar ik het over heb, daar is het Hof tot de conclusie gekomen dat als een redelijk handelend bekwaam bestuurder moet inzien dat voortgang van de activiteiten zal leiden tot verplichtingen die niet meer kunnen worden voldoen of voor worden voldaan, dan en de rechtspersoon onvoldoende verhaal zal bieden, dan is wel het moment gekomen dat de onderneming voor rekening van de crediteuren wordt voortgezet. En in een eerdere zaak is het, die ging samen met de crisis van 2008, heeft het Hof privéaansprakelijkheid aangenomen van een bestuurder omdat hij zijn crediteuren te laat had gewaarschuwd dat hij zijn verplichtingen niet meer zou kunnen nakomen. En dan rijst de vraag, ja, zal Chris ook nog op ingaan, helpt het als je je crediteuren waarschuwt? Ben je dan gevrijwaard van de aansprakelijkheid? In veel gevallen wel, want die aansprakelijkheid is gebaseerd op het ophouden van de schijn van kredietwaardigheid, artikel 162. Het is onrechtmatig als je verplichtingen aangaat waarvan je weet dat je ze niet kan nakomen of de nakoming van dergelijke verplichtingen op enige wijze frustreert. Maar als jij zegt, joh, ik kan je eigenlijk niet meer betalen, maar de leverancier zegt, oh joh, we hebben een jarenlange relatie en misschien kan je me wel betalen en omzet is omzet, ik lever, dan is het nog wel moeilijk vol te houden dat die leverancier vervolgens kan zeggen dat je hem in de veronderstelling hebt gebracht dat je wel had kunnen betalen. Dus ik denk dat in die situatie het lastig zal zijn om de bestuurder aansprakelijk te houden. En daar is een fiscale pendant van die gedachte en dat is de meldingbetalingsonmacht. En de procedure waar ik het zo nog met u over ga hebben, die is een actuele procedure. Hij loopt nog bij het gerechtshof in Arnhem. En daarbij is de vraag of een curator via de civielrechtelijke weg een bestuurder aansprakelijk kan houden voor belastingschulden, terwijl de bestuurder keurig heeft voldaan aan de meldingsplicht. En de fiscus naar aanleiding van die meldingbetalingsonmacht zelf geen actie heeft ondernomen. Er is nog geen uitspraak. Als die uitspraak komt, ooit komt, dan zal die wellicht worden gepubliceerd. Maar zo is het recht op dat punt, wat mij betreft, in beweging. En beweging betekent toch een beetje onzekerheid. Wie draagt de risico's van voortzetting van een verlieslatende exploitatie? Ik heb in de zaak waaraan ik refereerde bepleit dat in wezen een onderneming in heel veel gevallen wordt gedreven voor rekening van de crediteuren. Natuurlijk is dat geen algemene gedachte. Een fonds met bijzonder grote reserves handelt op eigen rekening en voor eigen risico. Maar naarmate een onderneming wat minder floreert en naarmate het vermogen verder verdampt door verlieslatende activiteiten,
kun je zeggen dat een onderneming, ook al heeft die nog een positief vermogen, in wezen al vrij snel voor rekening van crediteuren wordt gedreven. Want we weten allemaal dat bij faillissement een grote kapitaalvernietiging plaatsvindt en je de activa niet meer going concern kunt waarderen, maar op liquidatiebasis moet waarderen, waardoor de basis onder het nog positieve vermogen veelal wegvalt. Die procedure waaraan ik refereer, dat was wel boeiend. Die ging samen met de crisis van 2009 en die in 2015 weer is weggeëpt. En hij loopt nog, die zaak. Een van de zaken is dat u moet weten dat uw beleid, althans het beleid van de bestuurder, altijd met de brilliance of hindsight wordt beoordeeld. Vaak is het misgegaan en dan zal de bestuurder het ook wel niet goed hebben gedaan. Maar hier was het verwijt dat de onderneming na beëindiging van het bankkrediet in medio 2012 nog eens voortgezet tot er in maart 2014 eigen aangifte werd gedaan. En toen is er een vordering ingesteld door de curator in eind 2017, waarbij de curator allereerst het faillissementstekort vorderde op grond van de bepaling van artikel 248 van boek 2. En die vlieger is niet opgegaan, want ik heb betoogd, en dat betoog is ook aanvaard, dat ook al zou men in 2012 zijn gestopt en niet tot 2014 zijn doorgegaan, er faillissement was gevolgd. Dus er was geen oorzakelijk verband tussen voortzetten van de bedrijfsactiviteiten en het faillissement. Nou, dat was het einde van die 248 vordering. Maar het Hof zei, ja, wij achten het toch wel zo dat er sprake is van interne en externe aansprakelijkheid, want na opzegging van het bankkrediet had de stekker moeten worden getrokken. Terwijl de bank gewoon de faciliteit in stand liet, binnenkomende gelden stonden ter vrije beschikking en alleen de fiscale verplichting liep op. En nadien mochten we doordebatteren over de schade. En de vraag kwam, wat nu als het vermogen negatief is op de pijldatum? Ik heb betoogd dat er dan geen verdere schade is voor de BV, want dat het vermogen van de BV verder daalt ten gevolge van de voortzetting en de verlieslatende exploitatie, betekent niet dat de BV schade leidt. Dat oordeel is geaccepteerd. Of die redenering is door het Hof geaccepteerd bij uitspraak, tussenuitspraak van 29 september 2020. En nou blijft alleen over de aansprakelijkheid wegens onrechtmatige daad. En daarover moeten we nu verder ten overstaan van het Hof debatteren. Want wat is nu de schade? Is de schade de geaccumuleerde verliezen na de pijldatum? Nee, heeft het Hof gezegd. Zo kun je dat niet benaderen. Is de schade dan het verminderd actief en het verminderd passief? Nee, zegt het Hof, zo kun je dat ook niet benaderen. En het Hof zegt zelf dat de schade moeilijk geschat kan worden. Het wordt dus wel vrij spannend hoe dat gaat aflopen. Wordt vervolgd. Ja, en dan hebben we tot nu besproken de aansprakelijkheid, de interne aansprakelijkheid ten opzichte van de vennootschap, de externe ten opzichte van de derden, de crediteuren, de doormodder aansprakelijkheid, waar Kees het net over had, en welke risico's er zijn op het moment dat je doorgaat met je vennootschap. En je kunt voor de vraag staan, als het niet goed gaat, van ja, wat ga ik nou doen? Ga ik herstructureren of ga ik liquideren? Die vennootschap maar gewoon beëindigen. En bij dat herstructureren zijn er een heel aantal instrumenten. Je kunt ook al nu proberen bijvoorbeeld een akkoord aan te bieden aan je schuldeisers. En dan maak ik een heel kort uitstapje en ik heb hem toch even op de sheet gezet. De zogenoemde wet homologatie onderhands akkoord. Dat is nieuwe wetgeving die begin oktober is aangenomen en waarschijnlijk vanaf januari 2021 in werking treedt. En die geeft je als ondernemer extra mogelijkheid om zelfs met een dwangakkoord tot een herstructurering van je onderneming te komen.
over die WHOA zullen we later, 1 december is dat, zal ik met mijn kantoorgenoot Maarten Blok een webinar geven. Dus hou vooral de uitnodiging daarvoor in de gaten. Even door over die herstructurering. Als je gaat herstructureren, dan zit je in een situatie waarin het met jouw vennootschap niet zo goed gaat. En dan moet je je realiseren dat je een risico loopt op bestuurdersaansprakelijkheid. Dan geldt de Beeklamel weer. Let op dat je niet een verplichting aangaat terwijl je weet of moet weten dat ik vennootschappen niet kan nakomen en dat je daardoor schade zult leiden. Hoe kun je dat voorkomen als bestuurder? Nou, voorkomen kun je het nooit, maar je kunt wel met een mooie term inform or abstain kun je ergens komen. Abstain is duidelijk, doe het gewoon niet. Maar ja, soms moet je wel. Soms heb je iets cruciaals nodig voor je onderneming. En ja, dan is eigenlijk de enige oplossing die je dan hebt, is dat je de betreffende partij informeert. Kees was het er ook al over. Daarmee ben je niet volledig veilig. Maar ja, het wordt natuurlijk wel een stuk lastiger om ernstige verwijtbaarheid van jou als bestuurder aan te tonen op het moment dat je kunt zeggen van ja, maar kijk nou, we wisten toch met z'n allen dat we in dat schuitje zaten. Waar je ook op moet letten in een dergelijke situatie, is dat je niet selectief gaat zitten betalen. Dus vooral niet nog even de achterstallige management fee of je rekening-courantverhouding wat opschonen. Probeer zoveel mogelijk de wettelijke rangorde in je achterhoofd te houden. Nou, die wettelijke rangorde is dat je eerst je preferente betaalt en pas dan de overige schuldeisers. Of dat je in ieder geval kunt uitleggen, want je hebt als bestuurder de vrijheid om te bepalen wie je betaalt, tot een zeker moment. En dat je kunt uitleggen van ja, maar ik moest betalen, want die partij had ik nodig om door te kunnen met mijn onderneming. Nou, en in die fase moet je ook rekening houden met de zogenoemde vernietigbare rechtshandeling. De Pauliana, dat woord dat komt dan naar voren. Op zich kun je wel op je klompen natellen dat op het moment dat jij tegen een partij zegt van joh, ik kan je niet betalen, maar hier heb je de auto, dat dat niet helemaal goed gaat. En ook op het moment dat je zegt van joh, hier heb je voor een klein prijsje iets wat veel meer waard is. Dan kun je er de donder op zeggen, om het maar zo te zeggen, dat als er sprake is van een faillissement uiteindelijk, dat je dan zult worden aangesproken. En dat kun je dan in ieder geval een beetje opvangen door marktconform je transacties te doen. En laat bijvoorbeeld je activa taxeren voordat je het verkoopt en doe dat dan ook voor een marktconform bedrag. En let dus op de rangorde. Een andere kant die je op kunt gaan is het liquideren. En daar kan ook voorafgaand aan het webinar al de vraag van ja, hoe kan ik dat nou doen met een turboliquidatie? Want ook als je dat googelt, kom je daar heel veel over tegen. De turboliquidatie is eigenlijk dat jij als aandeelhoudersvergadering een ontbindingsbesluit neemt en dat inschrijft bij de Kamer van Koophandel. En normaal is het zo dat als je ontbindt, dat er dan een vereffenaar komt. Die kijkt wat de baten zijn, wat de activa zijn. Die verdeelt dat tussen de schuldeisers. En dan eindigt de vennootschap. En is er niet genoeg geld, dan is die verplicht het faillissement aan te vragen. Nou, veel partijen zeggen van jongens, hupsakee, ontbindingsbesluit, inschrijven, klaar. Dat kan. Maar je loopt natuurlijk wel een risico dat je op basis van onrechtmatig handelen wordt aangesproken als bestuurder. Zeker op het moment dat er wel degelijk baten waren in die vennootschap. Dan kan een schuldeiser je aanspreken. Die kan heropening van de vereffening vragen met gelijktijdige faillietverklaring. Je kunt als bestuurder aangesproken worden. Dus wees daar heel erg voorzichtig mee. Ik weet niet, Kees, waren er nog vragen? Er is een vraag en die kan ik niet helemaal haarscherp op het beeldscherm krijgen, want mijn technische vaardigheden laten me in de steek. Maar de vraag komt erop neer dat als de vennootschap niets meer heeft en de bestuurder heeft ook niets meer of hij heeft zijn vermogen weggesluist, het bedrijf is volledig gefinancierd door de bank en door de leasemaatschappij die de goederen, die pandrechten op de goederen heeft. Of de bank heeft de pandrechten en de leasemaatschappij evenzeer. Kun je dan nog verhaal halen? En wat mij betreft gaat daarvoor op
waar niets is, verliest ook de crediteur zijn recht. Ja, we zeggen vaak tegen klanten van ja joh, je kunt een hele sterke zaak hebben, maar op het moment dat jouw wederpartij een kale kip is, die kun je niet plukken. En dan resteert het vonnis ophangen boven je bed en dat is het dan. Ik hoor wel jou zeggen, Kees, op het moment dat er iets is weggesluist, dan kan dat bijvoorbeeld wel weer een aanleiding zijn om bijvoorbeeld het privéfaillissement van die bestuurder uit te lokken. En laat dan die curator maar in de keuken kijken. Want die kan natuurlijk weer kijken van, hé, er is iets weggesluist. Kunnen we dat niet terughalen? Bijvoorbeeld met een beroep op die Pauliana waar ik het net had. Ja, maar dan zul je eerst de aansprakelijkheid van de bestuurder moeten vaststellen. Ja, dan moet je vaststellen dat hij zijn vermogen heeft weggesluist. Ja. En dan kun je de Pauliana tegen de bestuurder. Ja. En dat is nogal een long shot. En dan krijg je vaak de afweging tussen het principe van jongens, ik voel me bedonderd, ik moet hier wat aan doen. En het praktische van ja, luister eens, maar dat kost ook een hoop geld. En is het je dat waard om daar zo ver achteraan te gaan? Er is nog een vraag. Geldt de eis van een negatief eigen vermogen ook in de Verenigde Staten? Het is een goed principe van Veen Advocaten. Dat schoenmaker blijft bij je leest. En wij beperken ons in onze advisering hoofdzakelijk vrijwel uitsluitend tot het Nederlands recht. En waar mogelijk het Europees recht voor zover van belang. Maar Amerikaans recht, daar wagen wij ons niet aan. Dat vindt onze verzekeraar ook niet zo aangenaam. Ja, dan spreken we gewoon een advocatenkantoor uit ons netwerk aan in het betreffende land. En vragen we om die zaak te bekijken. Ja, dan mag ik het stokje weer overnemen. We hebben van alles geprobeerd. We hebben de onderneming langzaam onder water zien zakken. En we hebben geprobeerd te herstructureren. Dat is ons uiteindelijk afgeraden door onze advocaat. En het is een faillissement geworden. Dat kan op twee manieren. Dat kan door eigen aangifte, maar het kan ook zijn dat crediteuren gewoon geen geduld meer hadden en het faillissement hebben uitgelokt. Dan komt er een curator. En de taak van de curator is mede een onderzoek naar het in de vennootschap gevoerde bestuur. En zoals ik in mijn inleiding al aangaf, is het steeds meer bon ton geworden voor curatoren om toch in ieder geval eens een visje uit te gooien. Of er geen sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur. En Chris heeft in zijn inleiding al aangegeven dat niet ieder bestuur kennelijk onbehoorlijk is. Er moet een ernstig verwijt gemaakt worden. Dus het doen van een onjuiste aanname omtrent de financiële of economische toekomst. Het nemen van beslissingen die helaas verkeerd uitpakken. Zakelijke tegenslag die je onvoldoende hebt ingeschat. Investeringen die niet brengen wat je er redelijkerwijs van had verwacht. Dat soort ondernemersbeslissingen zijn in de regel geen kennelijk onbehoorlijk bestuur. En daarom is ook dat de vraag doorgaan of niet doorgaan, zit hem precies een beetje op dat grensvlak. Hoe lang mag je nog besturen voordat het onbehoorlijk wordt? De vordering uit kennelijk onbehoorlijk bestuur van artikel 248 van boek 2 heeft een nare downside. En dat is dat de vorderingen die Chris besproken heeft, artikel 9 en artikel 162, die gaan over schade. Dan moet er schade gesteld worden en er moet schade aangetoond worden. Wordt er evenwel kennelijk onbehoorlijk bestuur aangenomen, dan is de bestuurder aansprakelijk voor het faillissementstekort. Dat wil zeggen, de schulden vermindert met de boedelopbrengst. En daar drukken de kosten van het faillissement ook nog een keer op. Dus schulden plus kosten faillissement vermindert met de boedelactief. En dat betekent dat ik in ieder geval iedere bestuurder, of hij nou in een mooie BV of in een minder mooie BV, of hij nou in goed weer of in zwaar weer onderneemt, adviseer, neem een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, een zogenaamde DNO-polis.
En zorg dat in die aansprakelijkheidsverzekering de kosten van verweer apart worden gedekt. En waarom zeg ik dat? Omdat ik ook meemaak dat curatoren beslag leggen onder de verzekeraar. En als die scheiding tussen schade en kosten van verweer niet gemaakt is, dan kan de verzekeraar de advocaat niet betalen voor het verweer, want die mag niks uitkeren. Nou, dan moet die advocaat soebatten bij de curator. Als die curator zijn poot stijf houdt, en daar zijn er nogal wat van, dan moet je naar de voorzieningenrechter om een budget te vragen om verweer te kunnen voeren. En als dat budget op is, moet je opnieuw naar de voorzieningenrechter om een aanvullend budget te vragen. Dat is een hele hoop ruis die goed kan worden voorkomen door een goed ingerichte beroepsaansprakelijkheids- of bestuursaansprakelijkheidsverzekering met separate kostendekking. Een ander risico bij faillissementsaansprakelijkheid is de omkering van de bewijslast. Het zal in brede kring bekend zijn, maar toch maak ik nog regelmatig mee dat de boekhoudplicht niet wordt nagekomen. En de boekhoudplicht is meer dan tijdig publiceren. De boekhoudplicht is ook het houden van deugdelijke notulen van aandeelhoudersvergaderingen. De boekhoudplicht is ook, als je bijvoorbeeld een maakbedrijf hebt, dat je je kostencalculaties goed bijhoudt. Dat je weet wat je op een project verdient of verliest. Als je in die aandeelhoudersvergadering of in bestuursvergaderingen plannen maakt om de onderneming uit het slop te trekken, hou dan verslag van de uitvoering van die plannen. Laat die plannen niet in het plannenstadium blijven steken of meld dat het plan onuitvoerbaar bleek bij gebrek aan middelen. Maar leg het vast. Leg het vast. Publicatieplicht. Dat is nog wel een dingetje. Dat wordt zeker in de aanloop naar faillissement vaak vergeten. Of er is vaak geen geld meer om de accountant te betalen. En dan geef je de curator een geweldige voorsprong. Want dan wordt vermoed dat het faillissement het gevolg is van kennelijk onbehoorlijk bestuur. En dan mag jij als bestuurder bewijs leveren dat het de oorzaak van het faillissement een andere is. En soms lukt dat, maar vaak zien we ook dat dat niet lukt omdat de oorzaak van het faillissement een mengelmoes van factoren is zonder dat er eentje echt bovenuit stijgt. Ook hier geldt in 248 de collectieve aansprakelijkheid van het bestuur. En je kunt wel een taakverdeling hebben, maar at the end of the day ben je collectief aansprakelijk. Er bestaat een zogenaamde disculpatiemogelijkheid, maar die komen wij in de rechtspraak zeer zelden tegen. Dan moet je al bijvoorbeeld door ziekte langdurig uitgeschakeld zijn geweest of iets van die aard. Of je bent aangetreden 2 maanden voor het faillissement, terwijl, laat ik zeggen, het lek al niet meer te dichten was. Dan wil men nog wel eens zeggen dat je je voor aansprakelijkheid kunt disculperen, maar in de regel niet. En dan kom ik... Er komt ook nog een vraag. Die wou ik nu gaan behandelen. Wat gaat er gebeuren als de vennootschap wordt bestuurd door een houdstermaatschappij? En kan die aansprakelijkheid dan doorrollen naar de bestuurder van die houdstermaatschappij? Het antwoord daarop is ja. En dat is gewoon in de wet geregeld. Artikel 11 van boek 2 bepaalt dat als een bestuurder vennootschap aansprakelijk is, dan rolt die aansprakelijkheid net zo lang door totdat men bij de natuurlijke persoon bestuurder aankomt. Dus werkmaatschappij, holding 1, holding 2, holding 3, subholding 4, holding 5, personal holding, bestuurder. Zo rolt dat balletje door. Natuurlijk, als er hier ergens geld gevonden wordt, ja, dan rolt het niet door naar die uiteindelijke bestuurder. Maar stel dat dit allemaal lege hulzen zijn, dan kun je gewoon naar die bestuurder toe. En dan hoef je niet iedere keer te procederen, want dan zou je heel lang bezig zijn. Maar je kunt ook rechtstreeks die natuurlijke persoon bestuurder aanspreken. Er is 1 uitzondering op. En dat is als een buitenlandse rechtspersoon wordt tussengeschakeld. Dus je hebt hier Nederlandse vennootschap, Nederlandse holding, Belgische personal holding, bestuurder wonende in Braschaat. Dan gaat het mis. Alleen, dan is er vaak de mogelijkheid, dan is die bestuurder in Braschaat
ook de feitelijk beleidsbepaler geweest. Want die heeft tenslotte ook de scepter gezwaaid in de holdingbestuurder. Dus dan kun je via de bocht van de feitelijk beleidsbepaler misschien nog bij de Belgische, in België woonachtige Nederlandse bestuurder uitkomen. Vergeet niet, het commissariaat is mooi, maar er wordt steeds meer van commissarissen gevraagd. En terecht, want commissarissen kunnen ook op grond van dit artikel aansprakelijk zijn. De wet bestuur en toezicht is aanstaande. Nu is het al zo dat bij de grotere stichtingen en de grotere verenigingen die onderworpen zijn aan de heffing van de omzetbelasting, artikel 248 toepassing vindt. Maar daarna gaat dat ook op, zodra de wet bestuur en toezicht wordt ingevoerd, gaat dat ook op voor de gewone stichtingen en verenigingen. Dus ook voor de voetbalvereniging of de stichting tot behoud van de Doesburgermolen. Dan kun je ook als bestuurder van een dergelijke stichting worden aangesproken voor het faillissementstekort als het faillissement is veroorzaakt door kennelijk onbehoorlijk bestuur in de 3 jaar voorafgaand aan faillissement. Ja, en zo heb je een hoop informatie voorbij horen komen en dan komen we eigenlijk al een beetje bij de do's en de don'ts voor jou als bestuurder. En ja, dan is het eigenlijk een beetje een soort van open deur lijstje wat je hier kunt zien staan. Dat is niet voor niks, want ja, als je gezonde verstand gebruikt, dan kom je vaak al een heel eind. En ik ben helemaal aan het begin begonnen met het verschil uitleggen tussen de gedragsnorm en de toetsingsnorm. En dat is ook nadrukkelijk de ruimte die de wetgever ook aan jou als ondernemer heeft geboden. En maak daar vooral gebruik van. Maar gebruik wel je verstand. Hè? En, maar ja, de kreet die je vaak bij aankopen op marktplaats ziet, hè? Als iets te mooi is om waar te zijn, dan is het vaak niet waar. Zo geldt dat ook voor jou als bestuurder. Hè? Vaak kun je zelf wel bedenken van nee, wat ik nu doe, dat kan echt niet. En daar ga ik niet mee wegkomen. Belangrijke tip is ook, blijf vooral niet op je handen zitten, maar handel. Hè? Ga niet doormodderen op het moment dat je ziet dat het niet goed gaat met je vennootschap. Dan moet er gewoon wat gebeuren. En als je niet handelt, dan moet je dat kunnen uitleggen. He, dus op het moment dat, nou ja, misschien heb je het vanochtend in het nieuws gezien, een aantal restauranthouders een kort geding beginnen over de vraag of hun restaurant open moet blijven of niet. Ja, dan mag je daar natuurlijk best op wachten wat daar de uitspraak van is voordat je verder iets doet. Maar goed, blijf in ieder geval niet stilzitten. Als je iets doet, zorg er dan voor dat je de betrokken partijen informeert. Ja, dat in ieder geval helder is waar je mee bezig bent geweest. Of doe het gewoon niet. Ja, en transacties die hier worden gepleegd, doe die marktconform. En een belangrijk ding, als het nou echt op een faillissement uitdraait, ja, en dat wordt bij wijze van spreken over 2 weken uitgesproken, omdat het faillissement is aangevraagd en je hebt de aanvraag voorbij zien komen, ga dan niet op dat moment een transactie doen. Want dan weet je zeker dat je ruzie krijgt met de curator. Dan is het beter om maar voorbereid te zijn op een faillissement en in faillissement te proberen om bijvoorbeeld door te starten. Kees, zijn er nog vragen binnengekomen? Niet dat ik kan zien. Dat is een beetje jammer, want het is natuurlijk een uitgelezen mogelijkheid om van 2 advocaten die er in de praktijk veel mee te maken hebben, bijna meer dan ze lief is, te horen te krijgen waar de valkuilen zitten. De valkuilen, ik wil er nog even op ingaan, de valkuil die je nogal eens tegenkomt is dat in de wens om door te starten er voor faillissement al van alles wordt bekokstoofd en soms wordt dan zelfs de boedel al overgenomen. En dan komt de curator en die treft een nagenoeg lege boedel aan. En dat is een recipe for disaster. Ik heb het recent ook weer meegemaakt. Ik heb het anders geadviseerd. Ik heb gezegd, blijf zitten waar je zit. Doe eigen aangifte faillissement. Als bestuurder ben je de eerste met wie de curator praat. Doe een reëel bod. En zorg dat je lock, stock and barrel die handel overneemt. Dat doe je natuurlijk niet op het moment dat je ten onder bent gegaan aan personeelslasten die je niet op korte termijn kon verminderen. Dan ook is het van belang dat je het na faillissement doet, ter voorkoming van de gevolgen van de wet overgang ondernemingen. Dan doe je het niet lock, stock and barrel. Dan leg je een mooi aanbod bij de curator neer. En dan bied je het personeel wat door de curator wordt ontslagen, dat deel van het personeel wat je goed kunt gebruiken bij de doorstart, bied je een
mooie nieuwe arbeidsovereenkomst. Ja. Ja, goed, als er verder geen vragen zijn, dan komen we alweer bij de afronding van dit webinar. Ik vond die wel erg leuk en Kees, ik denk jij ook, om je zo door de verschillende aspecten van Live is leuker, maar dit kan ook. Mochten er nou verder nog vragen zijn of zaken waar jullie mee zitten, kom daar dan vooral mee. Jullie weten ons te vinden. Bedankt voor de aandacht. En tot de volgende keer. Jij moet nog eventjes aandacht besteden aan het WOA-seminar. Ja, ik heb het al gezegd. 1 december dan is het seminar over de wet van obligatie onderhands akkoord. Ik zei het al, nieuwe wetgeving die vanaf januari volgend jaar ingaat. Jullie zullen daar ook weer de uitnodiging voor ontvangen. En voel je vooral vrij om daaraan deel te nemen.